Wat mij betreft was het een mooie week. We hebben een stuk of 50 uur in die bankjes gezeten zonder iets te zeggen. Dat is moeilijk voor alle sociaaldemocraten, maar ook voor mij. Maar het is wel goed om even te kijken waar we nu staan. En je kunt altijd naar de begroting kijken, en de plussen en de minnen, maar het is goed om je af te vragen waarom doen we dit nou allemaal. En dan wou ik even heel persoonlijk de dingen die ik mooi vind die gaan gebeuren. Ik moest ook uitleggen, wat is dat Prinsjesdag? En ik had aan het begin, toen ik dit werk deed, gezegd dat ik de koning ging helpen. Maar daar kreeg mijn zoontje zo'n raar beeld van onze democratie van. Die zag me echt als een soort sloof de hele tijd achter die koning aan. En deze week heb ik het omgedraaid en gezegd, nee, die koning leest mijn plannen voor. Dat is dus een veel chiquer beeld, hè? Dat vindt zo'n jongetje leuk. Dus ik moet een beetje uitkijken hoe dat nu op het schoolplein verder. Maar het is wel maar. Hij is 7, dus hij is ook aan toe om die constitutionele monarchie te doorgronden. Maar als je nou kijkt, wat zegt dan die koning aan woorden waar ik echt blij om ben? Die zegt een paar dingen die volgens mij recht uit mijn en ons hart komen. Die zegt, uiteindelijk gaat het om wat er qua werkgelegenheid bij zoveel Nederlanders nu ontbreekt. En wat dat doet met die families. En dat is de grootste prioriteit. De grootste prioriteit voor onze regering is daar wat aan doen. En hij zegt ook, het moet goed werk zijn. We gaan niet alleen maar proberen een race te winnen tegen China. Wie er het langst voor het minst geld wil werken. Nee, in Nederland willen we dat mensen goed werk hebben. De komende weken verdedig ik in de Kamer een wet die de combinatie van arbeid en zorg makkelijker maakt voor mensen. Zodat je verlof kan nemen om voor een zieke te zorgen. Ook als het geen familie is. Dat je wat meer verlof krijgt als er een kindje geboren wordt. Dat is ook Partij van Arbeid, dat je je werk op een goede manier kan doen. De koning sloot de troonrede af door te zeggen, in Europa, waar Frans nu naartoe gaat, moet het wel om eerlijk werk zijn. Met gelijk loon voor gelijk werk. Zonder schijnconstructies. Daar hebben we heel veel te doen, want heel veel Nederlanders hebben nu te maken met oneerlijk werk. Via schimmige uitzendbureaus. En over een maand bied ik in de Tweede Kamer onze wet aanpak schijnconstructies aan. Die voor dat eerlijke werk opkomt. En er moet meer werk komen. Meer werk. Dat is waar Jeroen aan werkt. Met de techniek van de belastingstelsel gaat het ons altijd maar om één ding. Meer werk. En met name voor die mensen die nu te duur zijn vanwege die belastingdruk. Eerlijke, reguliere, goede banen. Diederik heeft deze algemene beschouwingen samen met ChristenUnie gezorgd dat er nog weer 40 miljoen is. Om mensen in een reguliere baan te houden in de thuiszorg. Goed werk. Waar mensen met hart en ziel aan kunnen werken, ondanks de veranderingen die nodig zijn en die wij verdedigen, dat maakt het ongelooflijk de moeite waard. Dus op die momenten, als ik dan de koning dat hoorde voorlezen, toen dacht ik, ja, ik heb het eigenlijk wel goed uitgelegd. Deze regering die is nu aan het doen wat wij willen. Ja, natuurlijk zijn er de compromissen, daar gaan we ons op de rug slaan, hè, over de dingen die we ook moeten inleveren, maar laten we niet vergeten dat er heel veel dingen gebeuren waar wij voor strijden, waar wij het voor doen, die mensen aan het werk helpen, die ze goed werk opleveren, waar ze trots op kunnen zijn, waar ze waardering voor krijgen. De schoonmakers komen bij ons in dienst. Dat is de Partij van de Arbeid in de regering. Dankjewel. Misschien wil je die microfoon blijven vasthouden. Er zijn mensen in de zaal.